En dus blijft het ook de komende tijd gewoon weer flink oppassen voor voorbijtrekkende kuddes mammoeten. En voor het weer gaan we nog even naar Edwin God. Edwin, wordt het nog een beetje lekker weer de komende tijd? Nou, niet echt, Annemiek. Oh jee. Nee, ik ga hier geen mooi weer staan spelen. Nee, helaas, Annemiek, het wordt echt gemeen koud. Hè, Gertje? En dat heeft alles te maken met een ijstijd die morgen begint. Ik vermoed de laatste, maar het zou ook zomaar de ene laatste kunnen zijn. Kijk, wat u hier op deze kaart heel mooi kunt zien, is dat er vanuit Noord-Europa een enorme dikke ijslaag over ons land zal trekken. Enorm dik? Waar moeten we dan aan denken? Nou, toch wel zo'n 200 meter dik. Hé, Gertje? Ja, en die zal de komende tijd over ons land trekken, ongeveer tot hier, tot halverwege ons land. De komende tijd, zeg je? Ja. Waar hebben we het dan over? Zo'n 100.000 jaar. 100.000 jaar? Ja, daar moet je toch wel aan denken. Hé, Gertje. Dus mensen die van een lekker zonnetje houden, lekker dagje strand? Nee, Annemiek, die zullen toch nog even geduld moeten hebben. Want de komende 100.000 jaar wordt het in de winter 50 graden onder nul. En in de zomer komt het kwik ook nauwelijks boven het vriespunt. Maar Edwin, heb je dan echt helemaal niks om ons mee op te vrolijken? Nou, Annemiek, kijk, wat je op deze kaart ook heel mooi kunt zien, is dat die enorme dikke ijslaag halverwege ons land de aarde enorm opstuwt, waardoor er stuwwallen ontstaan. En wat betekent dat? Een mooie, glooiende omgeving waar mensen over zo'n pakweg 150.000 jaar heerlijk kunnen wandelen. Nou, dat is geweldig nieuws, Edwin. Echt iets om ons op te verheugen. Absoluut. Oké. Dit was het 8 uur journaal van dinsdag 7 oktober 148.000 voor Christus. Mijn naam is Annemiek Steenguijzen. Tot morgen. Nou, dat ging hartstikke goed. Ja, toch? Ja, ik ook. Ja. Ik begrijp echt niet waarom die kijkcijfers zo slecht zijn. Ja, het is 148.000 voor Christus, er zijn nog geen mensen. Oh ja, nee, dat kan ermee te maken hebben. Mm-hmm. Hé, maar zien we jou morgen weer? Nou, de komende 100.000 jaar verandert er niks, dus ik moet echt kijken of dat wel nodig is. Oké. Hé, wie is nou toch die hele Christus? Ik heb echt geen idee, we gaan hem meemaken. Mm-hmm.